niet fuck om mij weer te zien. Baby Dennis, wat heb ik nou gezegd? Samen met mama, niet springen op de bank. Jongen. Oké, papa, sorry. Waarom zit je zo enthousiast te springen op de bank, jongen? Papa, ik kan echt niet wachten om Lien weer te zien. Ja, je vriendinnetje, hè. Vandaag ga je snoep op je leven doen samen met je vriendinnetje. Ja, 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 inderdaad. Ja, en we gaan heel veel snoepjes krijgen. Ik ben hartstikke blij voor je, maar niet te veel snoepjes, hè. We gaan ook fruit eten. Huis is mooi gedecoreerd met al die Halloween-dingetjes. Oh, en je hebt zijn emmertje al klaar voor snoep op je leven. Ja, zeker. Waar is jouw Halloween-outfit? Ja, schatje, die doe ik vanavond aan, oké? Het is nog papa heeft zijn Halloween-outfit al aan, hoor. Baby Dennis ook niet grappig, hè? Je ziet er heel erg eng uit. Zeg een sorry tegen je vader. Ik zie er eng uit. Ik heb helemaal niks aan mezelf gedaan. Hoe bedoel je eng? Lieverd. Sorry, papa. Ja, leuk hoor, leuk hoor. Leuke jongen ben je. Maar ga jij nog even op de bank zitten, ja? Oké, is goed. Lien komt elk moment aan, je vriendinnetje. Oh, gezellig. Bank, schat, heel eerlijk. Ja, dus ik ook wel mee, maar... gewoon de straat op te laten en dan langs de deuren. Ja, maar ik niet kom één vast van ons goed. Mee, schatje. Ja, maar schatje, kom op. Maar er zijn wel meer ouders buiten en kindjes, toch? Ja, dat weet ik, liever. Maar moet ik wel graag zelf. Mee? Wil je ze echt met z'n tweeën laten? Ja, dat is leuk. Dan kunnen ze ook wel eens aan de deur komen. Dan kunnen we ook doen. Ja, dat is waar, schatje. Ja, ik weet het niet. Foto's maken. Ik moet nog een beetje wennen, weet je wel. Hij is nog jong en ja, ik weet gewoon het. Alleen ik op straat zonder zijn vader of moeder. Nou ja. Ja, maar komt het goed, schat. Het is bijna Halloween. Ze moeten wel wat snoepjes samen. Volgens mij zijn ze daar. Baby Dennis, kijk eens wie hij is, jongen. Ja, is het... Jazeker, je vriendinnetje. Ik doe de deur open. Hey, hallo, Lien. Hoi, welkom. Hey, goed je te zien. Hoi, Lien. Hey, Lien, leuk je weer te zien, meid. Hallo. Kijk eens aan. Oh, jullie hebben elkaar vast gemist, hè? Ja, wel een beetje. Ik heb heel erg veel gemist, Lien. Nou, Lien, we gaan straks pannenkoekjes eten. Gaan jullie maar even samen. Zeg mee, ga lekker. Oké, kom mee, Lien. Dat is heel lekker. Oké, ik heb veel plezier. Lieverd, het maakt me zo blij om die twee samen te zien. Ja, hij is zo gelukkig, hè? Zo gelukkig, schattig koppeltje. Ze zijn nog wel jong, dus... Maar nu al de liefde, die sprankelt er vanaf. Niet de vader van Lien. Jazeker. Nou, jij gaat er zeker weer vandoor, hè? Druk aan ja, het werk. Ja, ik ga er weer vandoor. Hé, hey, leuk je weer eens te spreken, man. We moeten eens een keer samen gaan darten of zo. Dat lijkt me wel fun. Ja, dat moeten we echt zeker gaan doen. Ja, precies. Topgoze ben je, topgoze. Hé, hey, later, hè? Ja, doei. Later. Oh, nou, lieverd, het komt allemaal wel goed. Ik ga snel even kijken wat ze aan het doen zijn. Oké, okay, ja, ga maar even kijken. Is goed. Ik bedoel, we zijn tenslotte wel de vader, hè? We hebben al nieuwsgierig. Ja, ook maar aan de gaten. Ja, dat komt goed. Dus even kijken. Ik zit vast op de slaapkamer. Daar staan ze. Wat zijn ze aan het doen? Hallo, Lien. Kijk eens wie ik heb. Dit is Wimpy. Wimpy. Maar ik ben eerlijk. Ik vind jou wel leuker dan Wimpy. Dat is mega lief. Ja, jij bent liever. Mag ik Wimpy vast houden, alsjeblieft? Oké, kijk eens aan. Hier heb je Wimpy. Dankjewel, Wimpy. Wat ga je met Wimpy doen? Even bijhouden. Dat is echt schattig. Maar baby Dennis. Ja. Ik moet wat vertellen. Moet je wat vertellen? Ja, zeg maar. Ik vind het eigenlijk niet meer zo leuk. Je vindt me niet meer zo leuk. Wat zegt ze nou? Nee, en als in... denken. En je weet wel, je bent Jackie, dit is een prank, hè? Waar zijn de camera's? Nee, je bent vriend Jackie. Daar ga ik nu zeg maar mee. Ik zou eigenlijk een zandkasteel mee bouwen. Dus ik had dat tegen papa gezegd. Maar Jackie, hoe kun je hem over mij kiezen? Gewoon, die is me toch net wat leuker. Ik ga naar beneden. Ben je toch niet? Ik moet het tegen Sarah vertellen. Ik moet het tegen... Schatje, liever. Ja, wat is er? Pannenkoes aan maken. We hebben een probleem. We hebben een groot probleem, schat. Ja. Zo? Nou, baby Dennis is zojuist gedumpt. Wat zeg je daar? Gedumpt? Het duurt denk ik een paar seconden voordat je baby Dennis Skyhard hoort daar. Papa, mama. Lieverd. Baby Dennis, ga maar even naar je kamer. We komen er zo aan, oké? Okay? Papa, mama. Lien heeft het uitgemaakt. Ja, jongen, ik kom zo bij je. Ga maar naar je kamer. Oké, maar daar is Lien nog. Ik hoef er niet meer te zien. Stuur Lien maar even naar beneden. Kamer. Zeg maar dat Lien wordt opgehaald, oké? Okay? Oké. Zag je hem nou? Ja, maar schat... Maar zijn hartje is gebroken. Ja, zijn hart is zeker gebroken, want papa, ze is vandoor met zijn beste vriend Jackie. En papa komt er zo aan. Ja, dat is goed, Lien. We hebben het meegekregen. Kunnen we nog even met je buiten praten totdat je vader je ophaalt? Ja, kom maar even wachten. Oh, deze is nog voor baby Dennis. Kan je deze aan hem geven? Maar Lien, hoe komt het trouwens? Waarom vind je baby Dennis niet zo leuk meer? Ik bedoel, jullie waren ik weet het niet.
niet. Hij was ook mega lief en zo. Alleen, ik vond zijn beste vriend Jackie. Die kan echt mega goed rekenen en zonnekastelen bouwen. Dus die is eigenlijk wel wat leuker. Lien, dat kan je nog niet zomaar doen. Ja, maar baby Rex, die kan een mega zandkasteel maken. Zo hoog als de oogstoren. Ja, hij is helemaal gek op jou. De Boerski Kalifi. Hij praat altijd over jou, Lien. De Boerski Kalifi. Oh, wat? Dat ken ik niet. De hoogste toren van de wereld, de Boerski Kalifi. Dat heet wel iets anders, lieverd, maar maakt niet uit. Oh, de Boers Khalifa, dat was het. Ja, juist. Ja, maar hij kan een hoger zandkasteel. Wacht, ik hoor toet, is dat je vader? Ja, zeker, dat is mijn papa, die komt me ophalen. En dan ga ik straks met Jackie, ga ik stop op je leven doen. Oh, je gaat met Jackie dat doen? Ja. Hoi, papa. Hoi, vader van Lien. Hey, vader van Lien. Ja, sorry dat je haar eerder moest ophalen, maar je hebt het vast gehoord, hè? Het is uit. Ja, geen probleem. Ja, maar, ik hoor het zeker. Ja, maar we spreken elkaar toch nog doei, wel, doei. Topgozer? Een keertje darten samen, dat soort dingen. Papa, gast erop, passen. Nou, eigenlijk niet. Sorry, Dennis. Lien, we zijn eindelijk weg bij die losers. Wat zei hij daar? Bij die losers? Wat zegt hij? Ik denk niet dat dat darten wordt, lieverd. Nou, weet je, ik ga met mijn eentje darten. Ik moet zeggen... We moeten bij baby Dennis kijken. Ik mocht hem ook al niet, hoor. Ik had al een raar voorgevoel bij die man. Rare gozer was... Ja, laten we bij baby Dennis kijken. Dit is niet best. Schat, ik hoor baby Dennis. Mij al huilen. Ik hoor hem huilen. Oh. Ik ga boven gaan. Baby Dennis? Oh, jongen! Oh, lieverd. Baby Dennis, het komt wel goed, jongen. Kom eens hier. Kom eens even bij papa, mama. Geef ons even een knuffel, jongen. Baby Dennis, ga maar even op de bed zitten, oké? Vertel maar wat er aan de hand is, jongen. Nee, ik heb helemaal nergens meer zin in, papa. Nee, ga maar even op je bed zitten, jongen. Even met papa praten. Baby Dennis, kom op. Heel even met papa praten, oké? Oké. Oké, vertel me precies papa. Wat er is gebeurd, jongen. Vertel me precies wat er is gebeurd. Nou, Lien en ik zaten boven te spelen. Het was gewoon net zo leuk als altijd. Ja. En opeens maakt ze het uit. Oh, en ze neemt nu met Jackie. Ja, ik heb het gehoord, lieve jongen. Maar weet je, je vader zegt altijd er zijn meer vissen in de zee. Wat bedoel je daarmee, papa? Je hebt een gouden hartje. Zo zegt mama dat altijd tegen mij. Dat we een goud hartje hebben, weet je. Een hart van goud. En die is nu in stukjes. Die is nu gebroken. Die moet er weer zorgen dat die repareert, zodat je weer blij bent, jongen. Ja, inderdaad. Weet je, er zijn vast ook nog andere leuke meisjes in de wereld. Ja, dat was het andere leuke meisje. Ja, maar zijn we echt gewoon de ware? Dennis, je bent nog een beetje jong. Ik bedoel, hè? Ja, dat is waar. Nog 6 dagen, papa. Weet je wat het is? Als je een gebroken hart hebt, dan moet je allemaal leuke dingetjes doen. Lekkere dingetjes eten. Wat dacht je van een lekker ijsje? Van de ijsje? Een lekker ijsje? Daar word jij blij van altijd. Ja, dat vind ik wel lekker. Wil jij even vandaag met papa en mama op pad? Gaan we allemaal leuke dingetjes doen om jouw gebroken hartje weer te repareren. Wat een idee van papa. Eind van de dag. Ik weet niet of dat ik daar zin in heb, papa. Helemaal de oude. Nou, jawel, dat wordt hartstikke leuk met ons. Wat heb je net gekregen van Lien? Geef dat even weer terug aan baby Dennis. Kijk eens, baby Dennis. Kijk eens Wumpy. Aan. Ja, Wumpy gaat ook lekker mee. Een ijsje voor jou en een ijsje voor Wumpy. Kom mee, jongen. En over snoep op je leven gesproken, nu natuurlijk Broek even helemaal een Halloween-stijl is. Gaan we wel samen lekker, jij en papa, lekker op pad snoep op je leven doen, oké? Ja, ik wou dat met Lien gaan doen. Dat is een goed idee. Ja, maar nu kan je dat lekker met papa doen, oké? Nou, uitstappen. Oké, dan. Baby Dennis. Lekker ijsje halen. Jazeker. Toen ben je altijd mega goed in snoep op je leven. Dus wie weet krijg je wel wat meer snoepjes. Nou, kies mij ook ijsje. Daar die bierbuik of niet, papa? zeg je nou dat papa een dikke buik heeft? Ja. Nee, dat is omdat we een kind hebben gekregen natuurlijk. Dan krijg je een hele ronde buik. Niet jij, hoor. Schat. Hij eet gewoon wat te veel snoepjes, hoor. Nee, maar niet doorspellen. Nee, dat denk ik ook. Het is door jou gekomen, jongen. Ik bedoel... Voorbij. Ja, stress en dan veel chocola en... Jij hebt geen liefde. Welk ijsje willen we? Schat, we zijn hier voor het ijs. Eens even kijken. Welk ijsje? Zeg het maar, jongen. Ik wil birthday cake. Oké, het is birthday cake. Oftewel verjaardagstaart. Pak het maar, jongen. Oh, pancakes. Oké, welke wil jij, Wuppy? De blauwe? Oké. Lekker bubblegum. Wippie wil ook een bubblegum. Bubblegum. Ja, lekker zei ik. Bubblegum, dat zei ik toch? Heerlijk. Zo. Het is heel erg lekker op papa en mama. Ja, ik heb een brain freeze. Mijn brein. Gaat het? Dat is pijnlijk hoor.
Oké, ik ben weer de oude. Misschien je, het hele ijsje in één appel, Peet. Je buik wordt er ook niet dunner van, papa. Baby Dennis. Je gebroken hart. Dat wil niet zeggen dat je dit soort dingen kan zeggen. Nou, laten we een stukje verder opgaan. Okay. We gaan namelijk wat spelletjes spelen bij de arcade al, oké? Hier, gooi een muntje in. Hopsakee. Dan ga je lekker op die motor. Ga maar. Mag ik op de motor? Jazeker. Oké, wee. Oh, ik hou je in, hoor. Ja, kom in, baby Dennis. Joepie! Ik wil het wel uitlaten, hè, jongen. Ja, vet, hè. Exxon. Ja, op een dag, hij ook op een dag. Op een motor. Op een motor? Ja, dat is wel een leuke papa. Ja, vader, hartstikke stoer. Ik ben eerste. Oké, lekker gedaan, jongen. Kom er maar vanaf. Joepie. Ik wil nog een spelletje hier spelen. Hier maar lekker spelen. Is het Mario? Ja, hoor. Oké, kom maar op, Koopa's. Ik kan jullie wel aan, hoor. Ja, wel wat beter. Ja, joh, hij heeft het helemaal naar zijn zin. Dat gebroken hartje en die liefdesverdriet. Dat is hij zo vergeten. Ik hoop alleen niet dat hij Lee nog tegenkomt met Jackie straks. Lekker naar de bioscoop met z'n drietjes. Als een mooi, fijn gezinnetje. Papa, ik heb 3 Goombas achter elkaar gedood. Wat heb je gedood? Een Goomba. Een koala? Een Goomba, papa. Ik heb geen idee wat het is, jongen. Dat was voor mijn tijd. Nou, jongen, heb je zin om naar de film te gaan? Ja! Oh, kijk eens aan. En die traantjes zijn al uit je oogjes verdwenen. Ja, het gaat de goede kant leuk op. Kom maar mee. Lekker naar de film. Lekker naar een spooky Halloween film. Spooky. Oh, maar niet te eng, hoor. Oh, niet stikken. Sorry. Je moet ook niet dat ijsje in één keer opeten, hè? Nee, sorry. Oké. Ik ben ook een stukje ouder geworden. Nou, jongen, pak maar lekker popcornje, oké? Oké. Schatje, pak jij er ook een? Ja, kan je er ook eentje meenemen voor Bumpy, mama? Oké, dat kan ik doen. De zaal hier links, daar is de film. Gaan we lekker genieten, oké? Kom maar lekker naar papa. Oké. Oh, de achterkant ook. Oké. Schatje, is ook alweer een tijd geleden dat wij een bioscoopfilm samen hebben gekeken. Ja, ik wil maar naar jou zitten, papa. Oké, de film gaat beginnen. Zo kan ik het heel erg goed zien. Laten we lekker gaan kijken. Wat hoor ik daar? Wie van jullie is in slaap gevallen? Dennis! Schatje! Schatje, waarom lig je te slapen? Ik lag niet te slapen, liever. Je valt altijd te slapen bij de film. Papa lag te snurken. Hartstikke leuke film. Oh, hij zal weer voorbij laten gaan, hè? De film is echt al lang voorbij, papa. Oké. Nou, jongen, laten we gaan, oké? We gaan weer naar huis. En ben je een beetje opgeknapt? Is je dag een beetje beter zo? Ja, ik vind het wel, papa, mama. Dankjewel. Geen dag, jongen. Laten we gaan zo. Hoppakee. Even kijken hoor, hoppakee. Schatje. Ja, wat is er? Dat is Lien, dat is zijn vader. Is dat Lien? Ja, ze komen hierheen volgens mij. Goedemorgen. Hallo Lien. Kom Lien. Hoe is het met Jackie Lien? Oh, best goed. Ik heb echt wel heel veel snoepjes opgehaald samen. Kijk maar hoeveel ik heb. Oké dan. Nou, weet je wat ik heb gedaan vandaag? Ik heb een lekker ijsje op en popcorn. Dat is veel lekkerder dan een snoep. Nee hoor, dit is veel leuker. Nee. Ja, en jongen, we zijn naar de speelhal geweest. En, naar de en weet je Lien? Ijsjes gegeten. Wat dan? Ik heb van papa geleerd dat er meer vissen in de zee zijn. Er zijn al heel veel vissen in. Nee, niks hoor. Dat heeft hij van de film. Nee, dat heeft hij net in de bioscoop gezien. Ik denk niet dat het verstandig is om bij hem te blijven. Nee, papa. Ben jij dus ook niet verstandig om bij hem te blijven? Ik ga maar lekker met iemand anders darten. Heb je dat gehoord? Ja, oké. Helemaal prima gaan, met je eentje, schat. We gaan weg bij deze losers. Ja, we gaan. Ja, inderdaad. Ze zijn zelf losers. Schatje. Ja, dat merkte ik. Maar baby Dennis, jij bent van je gebroken hartje af of niet soms? Ja, hij is weer heel. Nou, laten we lekker naar huis gaan en dan gaan we langs alle deuren snoep op je leven spelen. Joepie, is goed.